en welkom terug bij de Belgium Games. En vandaag ga ik het gaan hebben over functies. Jawel, in Minecraft 1.12 zijn er functies bijgekomen. Jens, wat zijn functies? Functies is eigenlijk iets heel eenvoudigs. Het is een bestandje, het is eigenlijk een mapje, waar we eigenlijk heel veel commando's in kunnen gaan zetten en eigenlijk geen één commandoblok meer nodig moeten hebben. Zoals je hierachter kunt zien, hebben we een hele reeks commandoblokken nodig. Met dat bestandje heb je maar één commandoblok nodig en die gaat duizenden regels, honderden regels coden in één tik van de gamesnelheid gaan uitvoeren. Dat ga ik jullie vandaag gaan leren. Ik ga eerst even kort een voorbeeld laten zien. Als ik een bepaalde functie wil afvuren, bijvoorbeeld Minecraft do.jenstest, ga je zien, Jens1996, dit is cool. Jens1996, ja, ik weet het. Ik ga jullie vandaag gaan leren hoe je codes kunt schrijven en hoe je bepaalde selectors kunt gebruiken. Dat ga ik jullie vandaag allemaal laten zien. Als jullie niet weten wat een functie is, kunnen jullie altijd mijn video gaan kijken van de snapshot 17W16A, want vanaf dan zijn eigenlijk functies toegevoegd. En daar heb ik dan meer uitleg bij gezet. Nu, wat houdt een functie in? Of hoe werkt nu de functie? Als volgende, je moet /function, de naam van de functie, en dan kunnen we eventueel twee dingen gebruiken. De if en de unless. Daar kom ik straks nog bij, ga ik jullie allemaal straks nog gaan uitleggen. Nu op het begin, als jullie zelf function typen, dus als je function taptoets doet en terug opnieuw op de taptoets klikt, gaan jullie niks te zien krijgen, want je hebt zelf nog geen functie geschreven. Maar Jens, ik wil eigenlijk zelf leren hoe je een functie schrijft. Heel eenvoudig. Als we uit de wereld gaan, en we gaan bij alleen spelen, staat je wereld waar je laatst met in geweest van boven. We klikken op bewerken, en we klikken op open map. En de map wordt geopend waar je in die wereld juist zat. Voordat we eigenlijk de mappen gaan zoeken waar we de functies in kunnen gaan plaatsen, gaan we eerst eventjes een functie zelf gaan schrijven. Wat kunnen we gaan doen? In een functie kunnen we eigenlijk drie verschillende dingen doen. Ik heb nu heel eenvoudig Notepad++ een leeg documentje aangemaakt. Wat kunnen we hierin schrijven? We kunnen als eerst een comment schrijven. Ik ga bijvoorbeeld nemen, say hallo YouTube. Bijvoorbeeld als voorbeeld. Het volgende wat je kunt doen is een lege witte regel om eigenlijk een beetje ordening te gaan krijgen in je codes. Kan je heel makkelijk doen, een wit regel laten. Het derde wat je ook kunt doen is commentaar schrijven. En hier met een hashtag ervan voor schrijf je commentaar. Uitleg bij je code, net zoals in de echte code. En hierna kun je bijvoorbeeld weer say en dan een ander comment. Je kan ook alle commando's gebruiken van heel Minecraft. Zelfs scoreboards ga ik jullie straks laten zien. En nog veel meer kan je hiermee doen. Heel veel chique dingen, vooral voor mapmakers. Maar Jens, ik wil dit gaan opslaan. Waar kan ik dit nu gaan opslaan? Heel eenvoudig. Waar we dit opslaan is als volgende. Als we de map er juist hebben geopend gehad, hebben we hier een datamap. Ik zit dus nu in de map van mijn wereld. Data. Functions. Bij jullie, bij de functies, gaat nog niks staan. Maar om eigenlijk een functie te kunnen gaan laten afspelen, ik zal het zo eventjes noemen, moet je weten dat een functie uit twee verschillende delen bestaat. Namelijk de functie map en de functie naam. Dus wat gaan we eerst doen? We gaan eerst een mapje aanmaken. Ik noem dit mapje YouTube. En in dit mapje ga ik deze functie opslaan. Wat doe ik? Ik ga hierboven eventjes dit gaan kopiëren, rechtermuisknop kopiëren. En ik ga deze eventjes gaan opslaan in die map. Opslaan als... eventjes hier een plakken, dus dat we daar namelijk zitten, even spatie duwen. We zitten nu in de juiste map, we zitten namelijk in de YouTube map. En ik ga deze functie bijvoorbeeld heel eventjes YouTube noemen. Maar, goed opletten, je moet hier schrijven .mc, je moet eventjes zelf gaan spreken, .mc function. Opslaan, en deze functie is opgeslagen. Als we naar de map YouTube gaan, zien we dat we YouTube.mcFunction hebben. Oké, als we terug op Minecraft komen, de map is nog altijd ingeladen geweest, we hebben alles aangepast, je zag het op de achtergrond, werkte hij. Ik ga namelijk nu function intypen, en ik ga op taptoets duwen, en je ziet dat er lol en Minecraft tussen staat, die twee mappen, maar de YouTube map nog niet. Huh? Jens, hoe komt dat? Heel eenvoudig, functies en allemaal andere dingen worden enkel en alleen maar ingeladen als je de map laat. Dus wanneer je eigenlijk terug opnieuw joint. Maar Jens, moet ik bij iedere functie, iedere aanpassing opnieuw gaan joinen? Nee, in belangen niet. Wat je eigenlijk moet doen is /reload. En dan wordt eigenlijk de boottabellen, vooruitgangen en functies succesvol herladen. Functies succesvol herladen. Dus als ik nu /function doe en op de taptoets ga duwen, gaan we eigenlijk te zien gaan krijgen YouTube. Nu, het is niet zo slim om eigenlijk mijn mapnaam ook YouTube te gaan noemen, dus ik ga het heel eventjes hernoemen. Ik heb het eventjes YouTube test genoemd, dan gaan we heel eventjes reload gaan doen. Dus als ik weer eventjes function type, dan gaan we het nu te zien gaan krijgen YouTube test. En als ik dit ga uitvoeren, zie je,
Hallo YouTube, hoi! Je ziet het, we hebben in één tik van het spel, hebben we twee commando's juist uitgevoerd. Nu, hetgeen wat je misschien daar juist de hele tijd hebt gezien gehad, is dat we eigenlijk ook functies in andere mappen kunnen laten afspelen. Zoals hier, lol, Jeffke, slash hallo. Slash hallo? Heel eenvoudig, je kan ook in een map een submap maken en daarin je functies zetten. Je kan dus nog één mapje dieper gaan en ik denk dat je zelfs nog meer mappen dieper kunt gaan en dan pas je MC-function laten afgaan. Dat kun je dus ook doen, maar dat gaan wij vandaag niet doen. Maar dat is een mogelijkheid, leg ik uit in die snapshot, eventjes speakers, 17W16A. Dus wat gebeurt er nu eigenlijk als ik deze functie YouTube af ga laten gaan, die twee commando's uitvoert? Heel eenvoudig. Het spel begint van de top van het document en gaat verder tot op het heel einde van het document. En dat doet hij in één keer, in één tik van het spel. Dus er zijn 20 tiks in een seconde, één tik van een seconde van... Van 1 seconde van de 20 ticks gaat hij dat gaan aflopen. Nu, omdat ik de functie deed, gaat hij ook gaan zeggen dat ik zelf de functie heb uitgevoerd gehad. Je ziet het, Jens1996 heeft deze functie zelf uitgevoerd gehad. Omdat ik het uitvoer. Nu, we kunnen dit ook laten gaan uitvoeren door wat je maar wilt. Door vleermuizen, schapen, andere mensen. Dat kan je allemaal doen met behulp van functies. Hoe gaan we dat doen? We gaan eventjes als volgende. We gaan slash execute. Dan gaan we hier eigenlijk eventjes iets gaan uitvoeren. Wat gaan we gaan laten uitvoeren? We gaan eventjes het type nemen. Type is bat. Ik ga namelijk de vleermuis nemen. Wat ga ik nemen? Ik ga heel eenvoudig... Ik ga eventjes iets anders doen van type. Ik ga eventjes kijken als het niet een speler is. Dus niet player. En wat ga ik gaan nemen? Ik ga namelijk één persoon nemen, of één type ga ik nemen. Op iedere positie wat ik ook maar wil. En ik ga een bepaalde functie gaan laten afvuren. En ik ga namelijk de YouTube test gaan doen. Dus als we dat gaan doen. En ik had een spatiefout gezet. Hier mag geen spatie staan. We zien het dus. Hallo YouTube en hoi heeft een inktvis uitgevoerd. Dus nu hebben wij het niet uitgevoerd, maar een inktvis heeft het uitgevoerd. Dus wat ga ik doen? Ik ga het commando gaan uitvoeren bij geen speler. Geen speler. Ik kies maar één bepaalde type. Dus ik wil maar één ding hebben. En dan die gaat de functie gaan uitvoeren. YouTube test. Hallo YouTube. Hoi. Heeft de inktvis net gezegd. Dus je kan dus andere personen of andere dieren laten uitvoeren. En de functie gaat dus kijken naar een persoon of iets anders. En houdt deze tot het einde van de functie vast. Zoals het eigenlijk ook echt is bij codes. Oké, op dit moment gaan we eventjes de file volledig gaan aanpassen. En ga ik jullie iets meer uitleg gaan geven over de selector van de verschillende beesten en verschillende dieren. Dus we gaan eventjes naar de file. We gaan alles weghalen. En hetgeen wat we gaan schrijven is say.s. Alt-S is een nieuwe selector die sinds 1.12 er is bijgekomen. Dus dat is eigenlijk hetgeen wat we nu gaan gebruiken. We hebben dat opgeslagen. We gaan eventjes reload doen. Dus reload. Dat hebben we herladen. We gaan dan eventjes de functie gaan inladen. De functie was YouTube test. En je ziet dus, wat ik zeg is... Jens1996. Huh? Dit gaat eigenlijk enkel mijn naam gaan laten tonen. En dat is een nieuwe selector dus. Die eigenlijk ervoor gaat zorgen dat de speler die het uitvoert, dat die het ook gaat uitvoeren. Dus hij neemt de persoon die het commando gaat uitvoeren. Nu, je kan er eigenlijk veel meer mee. Je kan ook dit commando gaan laten uitvoeren door iemand anders, ook al voer jij het commando uit. Heel raar, maar ik zal het jullie eventjes laten zien. Dus wat we eigenlijk kunnen doen is execute. Dan gaan we eventjes gewoon ieder persoon nemen die tiental aantal. Dus we gaan gewoon ieder persoon de hele wereld hier nemen tot maximum 10. Wat gaan we gaan doen? We gaan deze functie gaan uitvoeren overal op de hele wereld. Function, en dat was YouTube test. Test. En, oh, wat? Oh, ja, het is niet C-dubbelpunt, het is CS10. Mijn excuses, CS10. En je ziet het, ik zeg Jensie, zombie zegt zombie, inktvis, zombie, inktvis, creeper, inktvis. Dus we zien nu dat we met het alt-s en eigenlijk met hetgeen wat we juist hebben uitgevoerd, ervoor kunnen zorgen dat zelfs een zombie een commando kan uitvoeren. Jawel, heel gek, maar het kan. Dus het zorgt er eigenlijk voor dat deze 10 personen alles in één tik gelijkertijd uitvoeren. Maar op het heel begin zei ik namelijk dat er nog twee verschillende andere extra's waren. Namelijk de if
en de unless. Maar Jens, wat betekent deze if en wat betekent nu deze unless? Eigenlijk heel eenvoudig. Dus wat ik ga doen, is eventjes de functie terug gaan bijpakken. Ik ga dus eventjes de functie van YouTuber bijpakken. Als we nu if gaan gebruiken, gaan we gaan nakijken als deze speler er is. Als deze speler er is of niet is. Dus wat gaan we gaan doen? Ik ga nu gaan nakijken als hier namelijk een inktviscore bij is. If at e type is... Ik ga toch gewoon eventjes de creeper nemen, dus type is creeper. En dan ga ik eventjes kijken in een radius van 10 blokken. En dan gaan we even kijken. Ho. En we zien dus uitvoering van functie overgeslagen. Ik had hier trouwens weer een spatie, mijn excuses. We hebben dus uitvoering van de functie YouTube test overgeslagen, omdat er geen creeper core bij is. Dus we gaan eventjes 30 radius nemen. Nee, ik ga gewoon eventjes 100 radius nemen. Ja, oké. Okay. In een radius van 100 is er dus een creeper en dan pas wordt het commando op mij uitgevoerd, want ik voer het commando uit. Dus wat hebben we nu gedaan? Ik ga de functie gaan uitvoeren waar ik gewoon mijn eigen naam zeg als een creeper op 100 blokken van mij vandaan is. Nu, de else, de unless, is juist andersom. Dus als ik eventjes unless doe... De creeper, we weten dat de creeper op 100 blokken van ons vandaan is, gaat hij deze niet uitvoeren. Hij gaat deze niet gaan uitvoeren. Dus als de creeper verder van mij weg is, gaat hij het... verder van mij weg is, gaat hij het wel uitvoeren. Dus het klinkt misschien heel gek met de if en de unless, maar de if... Dus de if gaat eigenlijk gaan afgaan als het zo is. De unless gaat pas afgaan als het zo niet is. We moeten het een beetje weten, maar in codering is dat dus namelijk ook zo. Om de power eigenlijk van deze functies nog te gaan verduidelijken, ga ik het nog een beetje gaan uitleggen met behulp van zelfs scoreboards. Dus als ik heel eventjes een scoreboard ga aanmaken, scoreboard objective add, en ik ga eventjes een test aanmaken. Test dummy. Ik ga deze scoreboard eventjes aan de zijkant zetten van het scherm. Scoreboard objective set display sidebar test. Kijk eens aan. En scoreboard players at Jensy test 0. En zoals je kunt zien, sta ik dus nu aan de zijkant met 0. Een score van 0 heb ik op dit moment op het scorebord. Dus wat gaan we gaan doen? We gaan eerst heel eventjes een nieuwe functie aanmaken. Dus ik ga eventjes een... Ik ga heel eventjes een nieuwe functie aanmaken. En in deze functie gaan we eventjes ervoor zorgen dat ik eigenlijk een bepaald aantal punten ga krijgen. Maar ik ga deze comment opnieuw gaan aanroepen totdat ik dat bepaald aantal punten heb gekregen. Dus wat ga ik doen? Ik ga heel eenvoudig. Ik ga hier een scorebord aanmaken. Ik ga gewoon slash scorebord... @@@@p. Dus ik ga de kortstbijzijnde speler gaan krijgen. En ik ga deze, omdat ik deze test heb genoemd, ga ik op 1 zetten. Dus wat ga ik eigenlijk doen? Ik ga dus eigenlijk heel eenvoudig ervoor zorgen dat ik telkens deze speler mij dus 1 puntje bijgeef. Maar ik wil deze speler telkens een puntje bijgeven tot een bepaald aantal. Hoe kan je dat doen? Je kan deze functie telkens opnieuw oproepen. En hoe doe je dat? Eigenlijk als volgende. We kunnen dus eigenlijk deze function zelf gaan oproepen. YouTube. Dan ga ik deze functie YouTube... lol eventjes noemen. We gaan deze ondertussen eventjes opslaan. Dus opslaan als. Hij gaat normaal in de juiste map zitten. lol.mcfunction. Ja, kijk eens aan. Dan gaan we deze gewoon YouTube.lol noemen. En dat gaat er eigenlijk voor gaan zorgen dat deze telkens gaat opvragen. Nu, er is eigenlijk wel iets anders, want hij gaat deze constant blijven opvragen. En dan gaat er eigenlijk voor gaan zorgen dat je server eventueel kan crashen. Dus wat gaan we gaan doen? We gaan gaan nakijken als ik, deze speler, dus eigenlijk een bepaalde score heeft gehaald op het scorebord. De score test... is gelijk aan bijvoorbeeld 50. En dan moet je gaan stoppen. Het moet wel 50 zijn, dus ik ga 49 nemen, want het begint vanaf 0 en dan 49 bij... Of ja, het begint vanaf 1 en dan gaat het 50. Nu, ik weet niet heel juist hoe dat ineen zit. En dit is eigenlijk een vorm van recursief programmeren zoals het in het echt gaat. Dus hetgeen wat we hebben gedaan, we hebben nu eventjes deze lol-functie aangemaakt. Je ziet het. We gaan eventjes reload doen en ervoor zorgen dat het allemaal herladen is. We gaan dan de function inladen. YouTube... Oh, inderdaad, de slash moet niet in het document. Mijn excuses. We doen dus reload. We gaan naar function. En dan moeten we normaal YouTube lol. En je ziet het, het is 149 keer uitgevoerd. Maar er staat maar 1 comment, of er staat maar 2 comments in. En toch
is mijn totaal op 50 gegaan. Dus eigenlijk als we op het scorebord heel eventjes mijn terug op 0 gaan zetten. Dus ik ga eventjes op set 0. En ik ga het commando dan terug uitvoeren. Ga je dus zien dat ik direct op 1 tik naar score 50 ben gegaan. En ook al gebruik ik gewoon 1 keer het commando 1. Maar hij gaat het 49 keer terug opnieuw bijdoen. Dus 1 en dan nog 49 keer. Zodat je 50 krijgt. Dat kan je ermee doen. Je kan er immens veel mee doen. En dat is dus recursief programmeren. Het is trouwens een pak sneller dan een gewone commando blokken, want alles gebeurt in 1 tik. Nu, er zijn ook nog wel 2 game rules, een dollarteken, er zijn nog 2 game rules die je ook nog kan gebruiken, die werken met bepaalde functies. Dus als eerste game rule hebben we het volgende, game rule, en dan hebben we max comments chain length. De maximum comments zijn 56.564, dat klopt niet, want de max chain comment is normaal gezien 6.536. Dus de maximum comments dat je kan gebruiken is 65.536. Dat is het maximum aantal comments wat je mag gebruiken in 1 file. Dat kan je dus je maximum inzetten. Maar dat zijn er 65.000 comments, commando's wat je kan schrijven. Als je dit aantal aanpast of verlaagt, dan je kan het bijvoorbeeld verlagen als je een iets tragere computer hebt, zodat je minder commando's in 1 tik kan laten afspelen als je meerdere functies gaat af laten gaan. Nu, hetgeen wat er eigenlijk ook nog is, is het volgende, is namelijk de game rule. En dat is namelijk de game rule game loop function. En dit gaat eigenlijk voor gaan zorgen, als jullie ook de snapshot 17b36a of hoeveel video hebben gezien, heb ik dit ook uitgelegd. Dit gaat er eigenlijk voor zorgen dat een functie automatisch door het spel zelf wordt herhaald. Dus wat gaan we gaan doen? Game rule game loop function. Ik ga eventjes de YouTube en dan de YouTube test erbij nemen. Ga je zien dat er niets gebeurt. Hoe komt het? We hebben geschreven say at s, maar het spel zelf is dit aan het uitvoeren, dus je gaat niks zien. Dus we kunnen dit eigenlijk gaan aanpassen met bijvoorbeeld het volgende. Als ik nu in plaats van say at s, eventjes execute. Bijvoorbeeld dit, execute voor iedere speler, detecteer als er onder zijn voeten zand is. Wat gaan we dan doen? We gaan een bepaald bericht gaan verzenden. Ik moet het juiste icoontje krijgen. Ik heb een Frans toetsenbord en ik ben nog altijd niet jong. Daar is het. We gaan namelijk een bepaald commando gaan afvoeren. Bijvoorbeeld say, je staat op zand. Slaan dat op. We doen dan weer reload. We gaan dan deze functie gaan uitvoeren. Game rule game loop functie. En dit was namelijk de YouTube test. Dus we gaan YouTube test. Deze wordt nu afgespeeld. Dus normaal gezien als ik op zand ga komen, gaat hij normaal gezien in de chat vol gaan spammen. Zoals je ziet, je staat op zand. Deze wordt dus volledig volgespamd. Chat leeggemaakt. Je ziet het, je staat op zand. Dus deze functie wordt nu constant afgelopen op de achtergrond. Je ziet er niks van, maar je loopt op zand. Kijk eens aan, je staat op zand zonder dat er comments. Er zijn geen 1 commandoblok aan het runnen. Maar let op, in game rule kan je ook terug uitzetten. En normaal gezien kan je het makkelijk uitzetten, maar ik weet niet meer heel juist. Ja, je kan het gewoon ook een andere naam geven. Ik dacht dat je het ook eens kon leegmaken, maar ik dacht dat ik het heb uitgelegd in die andere video. Maar dat kan je dus daar ook mee doen met deze game rule. Nu, dat is eigenlijk alles, denk ik, wat ik heb gezegd gehad. Dus ja, dat is eigenlijk het einde van, ja, je kan er heel veel mee doen. Je kan er ook voor gaan zorgen dat je het bijvoorbeeld in een bepaalde map gaat gebruiken. Want dit is heel handig voor ook in mijn eigen mappen. Je kan heel veel commandoblokken weghalen. Als je heel veel comments achtereen hebt geschreven, is het heel duidelijk om te kunnen zien welke comments er af worden gegaan. Het gebeurt allemaal op 1 tik. Het is veel sneller in plaats van dat je allemaal achtereen comments moet gaan schrijven. Nu, ik hoop dat jullie dit een heel fijne video vonden. Ik hoop dat jullie het iets of wat begrijpen wat functies zijn nu in Minecraft. Ik zelf ben het nog niet heel gewoon, daarom dat ik af en toe een beetje aan het klooien was met comments te zoeken. Dus ik hoop dat jullie dit een heel fijne video vonden. Geef dan een blauw duimpje mochten doen. Mijn naam is Jens en ik zie jullie bij een volgende video. Doei!